vandaag wil ik iets doen met dit rolletje. Ik ben al aan het pulken om het wat los te krijgen, maar het zit heel strak op. Dus ik hoop dat ik hem zo meteen weer in een goede stand heb, dat ik het weer in één stuk heb. Want nu, kijk, dit gebeurt er dus elke keer. En dat vind ik heel jammer. Maar ik weet niet hoe ik dat zo goed meer goed ga krijgen. Ik denk dat ik maar een stukje af ga snijden. Misschien is dat de enige optie. Maar welkom. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik iets maken met pompoenen. Het is tenslotte herfst. En dat is al een paar weken bij mij. Nou ja, in mijn scrapbook staan. Ik heb geen idee hoe het hier buiten is. Maar voor nu ga ik lekker aan de vreubel. Ik heb wat restjes papier over van de vorige. En dat wil ik gaan gebruiken. In combinatie met washi tape, deze. Daar wil ik iets van gebruiken. En ik heb hier een legio aan stickers liggen. Dus ik denk dat het goed gaat komen. Na heel lang rommelen heb ik eindelijk de washi tape weer aan één stuk. En ik wil zo graag een stuk hiervan gebruiken. Omdat ik het als pagina wil gebruiken. Want het is zo leuk als een krant gedaan. En nu scheurt hij toch weer in stukjes. Oké. Dan wordt dit het stuk wat ik ga gebruiken. Sorry mevrouw, u wordt onthoofd bij deze. Ik weet nog niet waar ik het ga gebruiken. Dus ik plak het even hier op mijn tafeltje dat het goed blijft. Ik heb hier ook nog een stukje wat ik kan gebruiken. Want dat is een soort advertentie. Maar dit kan ik echt niet gebruiken. Dat is een stuk. Dus dat kan weg. Dus dat plak ik ook nog even op. Je weet maar nooit. Ik heb hier wat restjes die ik wil gebruiken. En hier ook nog. En dat dus in combinatie met deze washi tape. En dus al deze stickertjes. En ik wil eigenlijk een paginavullende pagina maken vandaag. Dus ik denk dat ik gewoon heel brutaal ga beginnen met dit in het midden plakken. Dat we wel gaan zien waar het schip, of in dit geval de washi tape, gaat stranden. Zo. En dan denk je, waarom plak je nou dit er al op? Nou, daar kan ik ook wat weer mee wat doen. Even kijken. Ik wil eigenlijk even zien of ik dit strookje ook hierin kan krijgen. Ik ga even iets uitproberen. Ik moet even het maatje afmeten. Oké, ongeveer een halve centimeter. Dit is een testje hoor. Ik heb geen idee of dit werkt. Maar we gaan het gewoon proberen. Even kijken of je het wil pakken. Ja, hij pakt het. Als ik het een beetje aanduw, pakt hij het. Denk ik, of niet? Nee, hij pakt het niet. Dat is jammer. Ik denk, anders kan ik misschien hier herfst mee schrijven, maar dat lukt niet. Oké. Nou, dit wordt dus mijn startpunt. En ik denk dat het een hele gekke pagina gaat worden. Maar wel eentje waar ik blij van word. Even zien. We gaan eerst even kijken of ik hier wat mee kan. Want ik vind dit en dit heel leuk bij elkaar passen. Kijk, deze. En deze. Dus daar kan ik misschien wel wat mee. En ik wil dit eigenlijk een beetje in de hoek plakken. En dan deze erop, zo. Oké, voordeel is, dit kan allemaal weer eraf, hè. Zolang je het maar, zeg maar, op niet op het papier zelf plakt. En deze is nog scheef, maar goed, dat maakt niet uit. Dus nu gewoon een beetje kijken van wat vind ik leuk. Dit wordt echt een beetje een gek pagina, denk ik. Dit is een pagina met goud en glitters. Ik ga hier nog even wat lijm onder stoppen, want dit laat elke keer los. Dat is niet de bedoeling. Zo, ik doe hier heel braaf elke keer het dopje op, maar dat is misschien niet de meest handige. Dit heet overigens een naaldflesje. En ik heb een lege accu, daar ga ik eerst wat aan doen. Zo. Als je denkt, hoe kan ik dat we dit kunnen zien? Nou, dit zijn is een ander blaadje met andere namen. De enige twee namen die kloppen zijn deze twee. En de rest is allemaal andere namen die niet echt zijn. Die heb ik gewoon even overheen geplakt. Dit papiertje. Wat gaan we daar eens mee doen, jongens?
Zal ik daar eens even kijken of ik daar iets met een pomponnetje mee kan. Of een tekentje. Of... Oh, wacht. Kijk eens hoe leuke dotten hierin zitten. Kijk, deze stijl, dit past echt heel goed bij, niet bij deze. Dus jij mag weer terug. Maar wel bij dit. En dit ook, dit past ook heel leuk. Maar ik weet nog niet wat ik hiermee moet. Ik ga hem even afknippen. Je weet maar nooit waar het goed voor is. Hier zit potlood op, dus dat kan ik niet meer gebruiken. Even denken hoor. Want ik heb dit natuurlijk erin geplakt puur omdat ik het op moest plakken. Maar dit vind ik wel heel leuk als basis, zeg maar. Ik ga even kijken wat ik hier heb. Dit vind ik niet leuk vandaag. Ik ga eventjes in mijn stapeltje met stickers en zo zoeken. Want ik denk dat het wel herfst gaat worden, maar ik weet nog even niet hoe. Daar moet ik nog even over nadenken. Hier staat een kwastje wat hard wordt. Even kijken. Retro papier. Wat hebben we nog? Eens even spieken hierin. Oh, kijk, dit is leuk. Dit is lekker herfstig, jongens. Kijk, en die heb ik ook nog in die vorm. Deze is niet zo leuk gepast. Kijk, die kunnen we er ook overheen leggen. Het komt toch een beetje op de achtergrond uiteindelijk dit. Kijk, dit zijn echt toffe papiertjes, hè. Zit hier nog wat tussen wat ik kan gebruiken? Nou, niet echt op dit moment. Hier is nog zo'n strookje. Die bewaar ik ook even. Oké, nou heb ik iets wat, wat een beetje meer oranje is. Kijk, deze kan mooi hier. Die kan daar, maar daar moet dan wel even een hoekje in. Anders vind ik dat niet netjes. Dit hoekje is denk ik het passende hoekje. Ja. Het voordeel van zo'n hoekjespons. Je kunt alles wat vierkant is rondponsen. Kijken hoe andere uitstraling dat gelijk geeft. Oh, wacht even, deze kan hier op. En dat ga ik ook met deze doen. En dat lijkt dan heel groot, dit hoekje. Maar dat is allemaal hetzelfde hoekje. Maar dan kun je zien wat het doet met een verschillend papiertje. Maar daardoor krijg je wel hele leuke... Kijk, zo... En het is eigenlijk heel simpel. Je legt hem erin tot het goede punt. En als je het dan goed doet in één keer, dan heb je dus een hoekje. Oh, deze ging niet goed. Die gaan we even opnieuw doen. Ik pakte hem niet goed. Nu wel. Ja, beter. Zo. Kijk. Dit lijkt in het pleister, dat zit ik me nu te bedenken. Maar deze vind ik wel heel leuk. Even zien wat ik hiermee kan. Ik ben nu even plaatjes aan het zoeken ondertussen. Kijk, als ik dit nou... Nee, dat voegt echt niet vandaag. Dit misschien wel. Zo, ja. Oké, die gaan we even op maat knippen. Hier liggen allemaal kleine kriebeltjes die ik even opruim. Dat vind ik heel irritant dat dat er ligt. En ook deze krijgt natuurlijk ronde hoekjes. Dat is het thema van vandaag. Ik heb heel erg last van hooikoorts. Dus ik ben heel erg aan het hoesten weer. Kijk nou! Hoe leuk wordt dit zo? Nee. Ik neem een slokje water. Dat helpt. Oké, nou gaan we nu eens even kijken naar plaatjes. Deze kan zo. Ik ga eerst dit even vastplakken. Lijkt me een beter idee, Suus.
Zo. Dat is 1. Gaan we aan deze. Deze. Laten we even kijken, wat hebben we? Even kijken, deze wil ik sowieso hier. Pumpkin spice. Die vind ik leuk. Ik wil de 2 pompoenen zeker weten. Eentje hier en eentje hier. De paraplu is ook wel heel leuk, hè? Maar voegt hij? Nee, op dit moment niet. Maar even kijken, hebben we nog meer pompoenen? Niet op deze. Maar misschien heb ik hier nog wat pompoenen. Ja. Oh, ook nog een kleinere. Kijk, er zit een beetje groot wit randje omheen. Maar daar kunnen we wat aan doen. Dat kunnen we eraf knippen. Een beetje wit randje vind ik niet erg. Maar zo'n heel groot wit randje, dat vind ik niet mooi. Dat is net. Maakt het net af zo. 3 van die pompoenen. Ik ga wel iets doen nog met deze. Want hier zit een beetje een soort glitterlaagje op. Met een stift. Nou heb ik geen glitterstift. Maar ik kan wel met een witte stift een heel klein lijntje erop zetten. Dan krijgt hij net al meer diepte. Kijk. Zo. Zie je, dan lijkt hij wat meer op die andere. Oh, ik vind hem nu al leuk. Dit ga ik gebruiken als memo blaadje. Dus daar ga ik eventjes wat rondjes op zetten. Zodat ik het als memo blaadje kan gebruiken. Dat vind ik altijd heel, heel fijn. Van die memo blaadjes met rondjes die je af kunt vinken. Kijk eens wat je daar een berg op kwijt kunt. Even spieken wat ik nog meer aan leuke plaatjes heb. Ik heb hier allemaal herfstige dingen. Deze vind ik ook heel leuk. Maar die is te veel wit. Oh, deze is leuk. Ja. Even kijken. Die kan wel zo. Dan kan ik nog wel het lijntje gebruiken. En deze moet natuurlijk... Kijk, en hier schrijf ik even op to do. Even kijken of deze schreef of die andere. Ik denk dat deze schreef. Ja. Dan heb je gelijk weer een functioneel iets. Dat vind ik heel leuk. Even kijken, wat heb ik nog meer wat ik vind te passen. Een slingertje is ook altijd leuk, maar vind ik nu niet echt heel passend. Wat heb ik hier nog wat leuk is? Pumpkin pie. Pumpkin spice. Oh kijk, die is wel leuk. Die past er ook wel bij. Omdat je die al hebt staan. En als ik die nou eens hier plak. Even spieken hoor, waar die dan kan. Hier zo. Oh, dat vind ik leuk. Ik weet niet of ik deze leuk vind hier trouwens.
daar nog even over nadenken. Die gaat toch even weer terug. Deze ook. Voegt niet helemaal. Past niet helemaal bij dit, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Dit is allemaal wat gelig, oranje. En dat is toch anders. Even kijken. Even plaatjes zoeken. Dit is altijd even, toch kost even tijd. Is toch wel heel leuk, hè? Maar hij voegt niet, dus hij gaat pas niet. Nee. Even kijken. Deze misschien. Als een soort extraatje. Ja, ik heb een idee. Daarom hè, plak ik het nooit helemaal vast, want dan kun je het eronder schuiven. Maar dan moet er nog wel iets op. Wat moet er op? Ik ga heel eventjes op een afstandje kijken. Wat vind ik er tot nu toe van? Ik vind hem tot nu toe eigenlijk heel erg leuk. En ik vind deze niet leuk. Dat voegt niet. Nee, niet daar in elk geval. Misschien wel hier. Even spieken, even kijken. Nee, dat voegt absoluut niet. Nee, gaat weer af. Daar ben ik ook heel makkelijk in. Als ik denk het voegt niet, dan haal ik het eraf. En dan plak ik het gewoon weer terug op het papiertje. Even kijken. Ik wil misschien nog iets in een ander kleurtje. Kijk, dit vind ik wel leuk. Koffiedate. Kijk, die kun je er wel hier zo pakken. Ja, oh, dat vind ik leuk. En sweet pie. Voegt ook niet. Plakken we ook weer terug. Ik ben er heel makkelijk in, hè. Dat zag je al. Apple picking, hello. Even zien, deze plakt hier, dus dan kan hij daar ook altijd weer terug. Deze moet eventjes terug naar zijn lantaarnplekje. Je ziet, ik heb hier al heel veel van gebruikt, omdat het gewoon heel leuk is. Oh, die blijft niet plakken daar, dan moet je die maar plakken. Ik zoek nog iets wat een beetje... Oh, kijk, deze misschien. Nee, maar ik weet wel een plekje ervoor. Hier zou ik koffiedate. Of toch hier. Hier is leuker. Nou, ik vind hem eigenlijk af. Ik heb een to-do listje naast mijn verjaardagslijstje. Hoe leuk wil je hem hebben? Ik denk dat die goed gelukt is. Ja, ik ben tevreden. Hij is af. En ik doe weer even zo, want ik heb het blaadje er inmiddels afgehaald. Maar kijk hoe leuk het is hier geworden. Ik vond het in elk geval super leuk om deze pagina te maken. En ik hoop dat jij het leuk vond om hem te kijken. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Leuk dat je geklikt hebt. Mocht je nou nog geen abonnee zijn, daar help je me echt mee. Ik ben heel hard op weg naar de 5000 abonnees. En dat is mijn doel voor dit jaar. En ik zou het zo tof vinden om dat te halen. Ik hoop in elk geval dat jij een leuke dag hebt gehad. Of misschien een leuke dag gaat krijgen. Of een leuke dag hebt gehad. Voor nu een hele fijne dag. En voor vanavond alvast slaap lekker en mooie dromen. Tot morgen. Tot de volgende video. Dag.